gewoon. Ik ga een hele gekke bocht maken. Dat is hier voor mij, ja. Wow. Ja, flits voor je. We gaan er zo recht op af. Wij rijden inmiddels in de buurt van Bergen op Zoom. We rijden zo richting Zeeland. Goes en Terneuzen gaat het inmiddels behoorlijk los. Die cel is... Voeg A58 België. Richting allemaal redelijk ontstaan. 30 kilometer. En we rijden er zo recht op af. We rijden op de A58. Terneuzen hangt een mooie bui. We zouden eerst naar die andere toe. Ja, het idee was om naar het zuiden te rijden om die bui in België op te pakken. Maar die frequentie ging er wat uit. Dus die flitste wat veel minder vaak. Dus we hadden het idee dat die toch ging uitgesterven. Dus vandaar dat we toch hebben gekozen om richting Zeeland te rijden. Dus via Antwerpen. Ja. Zeg maar Eersel, waar we net stonden. Eersel, Stokkeren. Richting Zeeland dus. Zoals ik al zei, we rijden op de... Ja, hoppa! Op de 58 in de richting van Goes. En voor ons zien we de bui. We rijden er nu nog op af, dus je ziet nog niet heel veel flitsen, maar die... Mensen gaan wel omhoog gaan. Gaat wel omhoog gaan. Dat is een hele goede zin. Zal wel omhoog gaan. Wat ik begreep is dat er wel heel veel water bij zit. Dus we zullen zo op zoek moeten gaan naar een droge plek. Maar we denken staat in eerste instantie wel meteen de livestream. Ja, klopt inderdaad, Thea. Goedenavond, Diana. Zo, even een tikje. Even kijken of deze al vast te kan zetten. Ja. Zo
als ik wil zuiden rijden op de A58 in de richting van Goes. Voor de stream staat vast. Ik weet niet of meer mensen wel last van hebben. Denk niet, Jeffy. Deze buien die trekken van zijn neuzen naar Goes. Middelburg nog een beetje. En dan trekt het water op. En hoe het daar verder gaat, als het dan doortrekt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
licht. Ja, dan is het aqua dood. Ja, onder water door. Zo, stuiter. Zuidoosten van Middelburg-Vlissingen.
voor de rest. Richting Denkenzand. Dan zet ik het door Middelburg. Ja, doe maar. Nieuwe afslag, 36. Ja, precies. Daar hebben we die livestream aan voor. Na 600 jullie mee kunnen genieten van de onweer. En afslag en 665. Waarom? Na 800 meter nemen we afslag richting Gent. Nee. Nou, laat hier nu wat meer regen in ons. Ja, ik de afslag. Ja, dat moet ik wel oppakken. Het is inmiddels wel wat harder gaan regenen hier. Dat is wel een nadeel. We zijn nu door het midden van de bui. Voor A58. Het voordeel is wel weer dat je de blitz ook beter ziet. Regelmatig, Jeffrey. Dus, het is een nadeel vaak van onweer dat er veel regen bij zit. En vandaag is het geen uitzondering. Nou, we zaten straks wel goed. Ja, net zaten we inderdaad bij de eerste. Net zijn we wel weer door als we gaan van de doekgroep. Ja, we staan er voor op. Dan zijn we niet in Middelburg. Behoorlijk wat regen
En ook behoorlijk wat mooie ontladingen. Ik zie ondertussen ook in de groepsapp tot soort dingen binnenkomen. Ik kan het niet allemaal lezen. Ik weet niet wie die was sturen. Maar... Ja, zoals jullie ook zien, mooi van de regen ook helaas. Maar ik denk dat wij bij Middelburg moeten kijken of we daar een plekje kunnen zoeken. Helemaal heeft water in de oren, denk ik. Nee. Ja, hij mee, man. Ik belde hier mee. Ja. Oh! Wow. Oh, vet, hè? Heel vet. Kijk even op jouw telefoon de groep hebben, hoor. Ja, zo. Ja, Vlissingen is er nu al, dus ik denk dat dat niet zo heel veel zin heeft. Het is ook wel een berichtje doen, dan weten we waar het bij vast moet. Dat is wel makkelijk. Ja, dus overal dit deel van Zeeland vult de regen. Rechts en links. Ja, gewoon.
gaan doen verder, waar we nog heen gaan rijden. Wat makkelijk is. Het is een beetje verspreid allemaal op weer. Hier en daar nog een ontlading. Dus overal regen eigenlijk. Dus fotografisch is het niet heel interessant. Goed voor de livestream natuurlijk wel, dus we laten hem lekker aanstaan. Ik denk dat jullie nog even meegenieten van de flitsen die wij ook nog zien. Ja, we zijn nog bijna in Vlissingen. Regen, Diana, wat je ziet stuiteren. Wat zijn? Kijk, ik denk dat ze ook kunnen vinden. Ja. Blauw-blauw. Ja. Oh. Treinovergang. Oh, ambulance, je moet wachten voor de treinovergang. Dat wil ik. We rijden nu in de buurt van Vlissingen, Robert. Ja, doe de blauw-blauw weer aan. Ja. Dan kun je dat dan... Dat lullen. Ja, blauw-blauw aan rijden. Deze kant erop, ja. Dat wel voor je. Ja. Continu mensen die dit inschakelen. Nou, wel, nu wel. 22 dikke achter elkaar. Zit nu een beetje overal om ons heen. Dat is moeilijk een plek te zoeken. Voor mij is die dicht. Ja, die is dicht. Zeeland, hè? We rijden nu in Vlissingen. Vlissingen die veerpont? Ja, we gaan zo waarschijnlijk wel richting, we zitten nog een beetje op de Noordzee. Even, dankjewel Jacqueline voor delen. Even een kleine tussenstop doen. Kun je maar aan een achterpak hangen?
Oké, dankjewel Marjolein. We gaan daar zo even naar kijken. Even de afslag aan. Ja. Hoppa. Ah, dat is achter ons ook, hè? Ja, voor ons was dat. Ja. Oh, overal boven het water. Ik ga ook even tanken. Even op dat ja, op. Dat is goed. Maar hij is daar open, dus dan is dat... Ah, hij zal zelf al... We kunnen hem ook even op pauze gooien. Dat is niet heel interessant, denk ik. Dat maakt niet uit, joh. Nee, oké. Okay. Ze lief vraagt als ze nog mogen, denk ik. Ja. Zo. Even een kleine stop. Westeravondweg 2. Super, ga ik die even... Oh. Mel heeft zijn telefoon bij zich. Oh nee, Mel's telefoon ligt hier. De TomTom gaat uit. Ik ga Westerhavenweg 2. Ik ga hem even opzoeken voor de TomTom. Want dan kan ik vanaf de telefoon daar doorsturen naar de TomTom. Dat is wel makkelijk. Even kijken, zet ik hem vast klaar. Dan rijden we daar zo heen. Ja, we moeten even stoppen. Want voordat de auto niet verder wil. Ja, het flitst wel lekker door buiten, hoor ik. Westerhavenweg 2. Ik heb hem klaarstaan, dankjewel Marilente. Piet Heinka, dat vinden we het vanzelf wel. Even de benen strekken, want er zit alweer een tijdje. Het flitst wel heen. Mooi. Ja, het flitst overal nog. Op een adres waarvoor ik aan de kade. Nou, als jullie even op de auto passen, Maus is nou in de winkel, Jan is nou in de winkel en ik ga even afrekenen. Kijk. Ja, bedankt mensen voor het oppassen op de auto. Nieuwendijk 11, oké. Okay. Hebben jullie goed gedaan hoor. Wij gaan zo weer verder, maar... De auto had dorst. Ze moest ook even... Nieuwendijk. Jullie zijn wel braaf met z'n allen gebleven. Dat vind ik dan wel aardig van jullie. Jullie zijn wel met z'n allen naar... Dit is geen bewuste reclame trouwens hoor. En zo gauw de navigatie weer aangaat, zal ik de nieuwe dijk in de navigatie zetten. Hoppa, links flitsen behoorlijk. Het flitst nog steeds. Ja, top. Ja, jullie zijn zeker aardig. Het flitst er overal om ons heen. Ja, hier kunnen we niet echt staan.
Inderdaad. Net te laat met de deur open doen. Ik hoop dat het te horen was trouwens. Dat valt hem best mee. Hij past er best wel veel in zijn auto nog dan. Ja, het was dus nog even een toiletpauze ook nog. Dus zo gauw dat allemaal gevonden is, een beetje onduidelijk hier. Dan kunnen we weer verder. Ja, we zitten dus zo, bij Westkapelle gaan er nu ook weer een aantal ontladingen. Ik hoop dat we dat vanaf Vlissingen, vanaf de kust zo even kunnen zien. Vanuit de auto mee te schrijven? Wat schrijf je mee, Franka? Ja, ik heb geen sleutel, ik wacht nog even op melden. Rondje bal met mayo. Ik weet niet of ze dat hier hebben. Het is wat beperkt arsenaal hier. Nee, Melle is er nog niet. En Jannie ook niet. Dat is ook wel lullig om zonder Jannie weg te gaan. Maar ze zijn beide niet en Melle heeft de autosleutel. Dus we kunnen er niet rijden. We moeten nog heel even geduld hebben. Ja, onweer in Zeeland inderdaad. Klopt. Het is nu met name boven het water. Ah, ze had het gevonden. Ja, maar straks is het wel weer onder in Zeeland hoor. Je hoort op achtergrond. Boom, boom, boom. Wat hè? Ja, het onweer. Boom, boom, ja, zo net een dikke flit, man. Ja. Anders adres gekregen. Jannie, zwaai nog even naar de stream. Ik denk niet dat het nog naar Arnhem doet, trekt Jim heen. Dit trekt allemaal het water. Oké. Hoeveel wil je te betalen? Nou, dankjewel. Oh, wat fijn. Ja, eerst om. Nee, er is geen haarver van het kopen. Dat zat er nog goed in. Ja, dat is wel heel fijn voor jullie. Haarverf hoor, kopen die, hier. Houd de route. Goed, ik heb nog genoeg thuis staan. Gaan wij Vlissingen kust pakken of gaan we door de Westkapelle? Daar trekt het dan meer langs. Westkapelle, ja. Wat ja. Plekje doen? Ja. Ja, maar sowieso die kant op, ja. Nee? Ja, volgens mij wel. Zal ik even de Westkapelle invoeren? Nee, er zijn meer mensen in de West. Ja. Nee, moest ook wel even naar de zee. Ja, nou, kom maar. Vuurtoren Westkapelle. Heb jij die er eerst? Nee. Chill. Ja? Die staat gewoon in als Westkapelle. Oh, dat is de verkeerde vuurtoren, ja. Dit is die grote vuurtoren, moet je die kleine hebben. Voor mij heb ik onweer Westkapelle er wel in staan, toch? Kan hij dat dan pakken? Onweer. Ik weet niet of je hebt teruggekaast met de app. Nou, daar staan, als je mijn plaatsen erin, toont mijn plaatsen, dan moet je erbij staan volgens mij. Want ik heb in die andere TomTom heb ik hem toen als punt gezet. Mijn en plaatsen. Dat kon je gewoon overzetten. Dat is goed, we moeten wel staan onweer Westkapelle dan. Ja, zo. We zijn weer aan het rijden, mensen. Ja, gezellig en zo. Ja, allemaal mensen hebben allemaal op de auto gepast, dat niet. Ja? Denk ja, ik wel. Ik ga even zeggen dat tegen de mensen. Ja, ook tegen die mensen, maar. Nou, rij ik wel, maar. Ja, ik ben nog, sorry, ik zal opschieten. Onder Boulevard, Pauwenburg, Boulevard. Ja. Westkapelle was er wel een eindje rijden, toch? Verzet naar systeem, even kijken. Je hebt een nieuwe bestemming ontvangen. Even kijken. Nee, dankjewel. Dan praten we volle mond mag niet. 23 minuutjes. Onderweg hopen we nog wat tegen te komen. Wij gaan, bedankt voor de Vlissingen tips trouwens, maar we gaan toch even naar Westkapelle rijden. Daar je komt op je bestemming aan om 23:42. Leuk is wel, het flitsen wel om ons heen, dus ook onderweg zullen we nog wel flitsen zien. We hopen dat die bij Westkapelle gewoon lekker lang blijft hangen. Dan weer in Westkapelle, hè? Ja. Ja, die hebben we erin inderdaad, Bart, volgens mij. Zo'n heel lief vuurtorentje. Niet een eentje nog in gebruik. Goed. Zijn we voor een jaar geweest? Ja. 29 mei stonden wij daar ook.
En hebben wij daar een MCS op ons af zien komen. Waar de afkorting exact voor staat, is een hele goede vraag. Meso-scale. Na 300 meter, ga rechts op de rotonde en neem de eerste afslag. Burgemeester van Woerdenlaan. Ik weet het soms ook niet. Nee, dat is, ik weet wel dat het was gewoon een grote rol ook, daar komt het een beetje om neer. Je gebruikt zo vaak MCS. Ja, je op een gegeven moment niet meer weet wat het... Ga rechts op de rotonde en neem de eerste afslag. Was een... ik weet zo... Volgens mij heet het artikel... is het alweer voorbij? Iets in die trant staat wel op onze website, bliksemdetectie.nl. Daar staan een aantal hoogtepunten van vorig onweerseizoen, heb ik opgezocht. En daar kun je terugkijken. Daarnaast ook op onze website, je hoort ons vaak gebruiken termen als CC, CG, IC. Die staan ook helemaal uitgelegd al in een tijd artikel. Die net veel gebruikt was voor PC. Ja, ook belangrijk. Na 300 meter, ga rechts op de rotonde en neem de eerste afslag. Ja, dat... Ik luister te lang slecht. Ja, deze vrouw weet wel de weg, dus. Maar ze luistert niet. Ga rechts op de rotonde en neem de eerste afslag. Dat komt dan wel weer. Ik zal niet te veel mensen tegen het hoofd stoten hier, maar... Zij is heel gevoelig. Ja, oeh, zij is heel gevoelig en dus als ze andere geluiden hoort, dan is het soms moeilijk om de stem te zijn. Soms is het ook gewoon, maar ik kan roepen wat ik wil, maar ze luistert niet. Dankjewel, meneer Lente, die bedoelde ik inderdaad. En als je dan het scherm aanraakt, daarna. Ja, luistert ze wel. Maar over het algemeen luistert ze wel, maar soms heeft ze aandrukken. Ja. Nou, dan neemt ze mijn huis en haak ze het auto in. Hij blijft zo straf, blijft het maar te klop. Na 300 meter ga rechts op de rotonde en neem de tweede afslag. In de reacties staan dus CC, CG, psychisch op de stoomboot en... Oké, ik heb een pamfluit, hè? Ja, ik heb een serieuze pamfluit. Ga rechts op de rotonde en neem de tweede afslag. Dan ben je op de haard, Jannie. Dat ook. En die doet het ook. Nee, dat scheelt. Dat was de pamfluit die niet geweest. Ja. Oeh, donker hier. Gemeente Veren. Mooi plaatsje trouwens, Veren. Zo donker. Ja. Er kunnen bomen omheen, dat is een beetje jammer. Ik heb het idee dat wij wat noordelijk rijden. Dus, ja. Maar... Ja, een beetje wel. Deze is een Vlaamse stem, Jeffrey. Vlaamse vrouwenstem. Ellen. Ja, heet ze ook, die stem heet ook Ellen? Ja, ja, ja. Nee, Ellen. Nee, ze heet Ellen. De Belgische Ellen, Vlaamse Ellen. Ja. En wij komen uit Friesland, Nico. Friesland, dus, mooi. Wij mogen nog een klein stukje. Oeh, is het een klein stukje terugrijden zo. Ja, dat was best een eind van vorige keer. Ja. Maar dat was ik net volgens mij. Oh ja, dat was ik net aan het vertellen, toen stonden wij hier. Best mij zat ik op 100. Ik moest 139 nog zien. Dat heb ik vandaag al gereden. Ja, dat je 139 zitten we nu op 100 kilometer. Ja, toen we daar waren zeker. Ja, nee niet. Nee, ik moest daar. 139 moest ik nog zien op een kilometer tellen. Het is vandaag wel voorbij gekomen, maar ik zag 50 kilometer te laat. Wij komen uit Drachten, Nico. En welk dorp we nu zitten, weet ik niet. Ergens bij de 100 of zo. Dan hebben we nou 400 kilometer gereden. En dan moeten we nog terug. Ja, daarom zitten we hier ook, Jan. Na 300 meter, ga rechtdoor op de rotonde en neem de tweede afslag. Zwart weg. Nee, gewoon, ja, jij wel. Ja, nee, dat is eventjes. Nee, jij hoeft niet meer op te letten straks, dat scheelt. Jij gaat straks slapen. Als je in slaap moet zijn thuis, dan wordt je morgen gewoon wakker en oud. Ga rechtdoor op de rotonde en neem de tweede afslag. Ja, die doe ik wel in de auto bij je. Als je wakker wordt, kan je ze gelijk uitlaten. Samen honden. Nee. Oh. Nee, kijk, en daarom kijken jullie. Daar vergis je. Het zijn echt jouw honden. Ja, altijd.
dat maak je me laatst ook duidelijk, daar heb ik nog gehoord op gehad. Nee, het is alleen niet Jeffrey, alleen nee, in slaande ruzie. Zeeland. Ik bedoel, jij sloeg mij zo wat. Het zijn onze honden. Op papier zijn ze voor jou, het zijn onze honden. En uitlaat is voor jou. Dat, ja, het is een eindje van de beste Rijn af. Even klapjes. En Maurits is van druk aan doorvertellen. Ja, die kan niet. Dat zou wel wat zijn. Ja, nee, oké. Okay, ja, dan zijn u daar en daar. Ja, dat is of gewoon commentaar daarvan geven. We hebben nooit de hele ruzie gehad, ja. Ik heb een beetje tijd aan de hele ruzie. Ja, dat weet ik zo niet. Er zit nog steeds overal wat om ons heen, dus niet alle flitsen. Auto-bestuur, even door vanuit Zeeland. Wat moeilijk ben ik, Woutbrekker. Het trekt vanaf hier noordwest, of van noord, dat wisselt wat. Ja, maar lekker. Ook nog stopbavels hoor. Ja, we moeten nog heel wat terugrijden ook. Hè? Ja, dat waar. Ik heb nog borrelnootjes. Oh, er staat een kaasdinger erop. Nee hoor, we hebben nog een doosje kaasdingetjes. Ja, wij hebben overnachten niet. Wij rijden zo weer. Nou, zo, kijk wel even. Op termijn rijden wij natuurlijk naar Friesland. En dat wordt inderdaad nachtwerk. Maar ja. We zijn inmiddels wel wat gewend. De laatste keer. Hartstikke nog niet zoveel, die jongen kunnen bellen. Ja, dat was een kort tochtje eigenlijk. Ja. De laatste keer dat we hier waren. Oh, mooi achter de bomen. De laatste keer dat wij hier waren was 29 mei. Dat was net al hetzelfde met die MCS. Toen zijn wij pas om 12 uur uit Drachten vertrokken, volgens mij. En toen hadden Melle en Jannie er al een hele dag op zitten in Duitsland. Ja, we waren net naar Tekkelburg geweest. Het was niet voor het onweer, maar gewoon voor de gezelligheid. En toen... Met je berg beklimmen en zo. Dan ligt je backup op de bank en dan ging 12% alsnog naar Zeeland. Ja. En wat er nog het meest kloten was, weet je, ochtendspits. Na 300 meter, ga rechtdoor op de rotonde en neem de tweede afslag. Klaassersweg. Ik denk dat we al 4 waren. Ja, goed. Gewoon hier. En toen, nou, toen we terugreden, kwamen we weer in de ochtendspits. Ja, bedankt voor de tip, Franka. Maar, ga rechtdoor op de rotonde wij, en neem de tweede afslag. Thuis. Ja. De Fits en die Fitsak zitten ook boven de Noordzee. Die zitten naast Burg Haamstede. Daar hebben we best gebellen als we dan richting Noorden kijken. Okay. Dat complexje nog. Ah. Ja, het is hier pikken donker. Ik probeer wel zoveel mogelijk licht op te gooien. Ja. Maar jouw telefoon is het donker, dat is niet voor mij. Klopt. Ja. Maar ik voor jou is het beter met foto's. Ja, nee, die houdt de foto's wel beter vast. Oh, niks in boei. Oh, achter ons flits. Ja, daar hebben jullie niks aan op de stream, sorry. Ja, klopt, Mariette. Dat, dat ding is er bijna uit. Slapen eerst nog niet. We zijn eerst nog even eventjes live. Terwijl het achter de bomen flitst. Dat is wel het nadeel van dit weggetje. Het flitst wel, maar doordat er ook al bomen omheen staan, zie je er niks van. Ja, ja, het is zeker gezellig. Daar kun je niks van zeggen. Hoewel we ook vaak genoeg op een tak uit zijn dat er niks was. Dan is het alsnog gezellig in de auto. De balen we wel even. Maar ja. Er zijn de meningen over verdeeld, ja, en weer lopen. Nee, daar wil ik het niet over horen. Je mag gewoon niet zingen. Hier, rechts. Wat zegt hij hier nou? Die kant op. Ja, de rol gaat verkeerd. Maar hij geeft hem op. Oh, flits. Ja. Ja. Daar is wel een vuurtoren verderop. Ja. Hé, deze zegt hij aan. Ook hier zo meteen. Oh, kijk, flitsje. Hoppa. Pak je toch even mee. Ik kost helemaal niks, we moeten hier rechts staan. Ja. Het is een grote slalom. Ja, als het goed is zijn we eerder geweest. We zijn eerder best gekweld geweest. Ja, ik weet niet of we toen ook aankwamen rijden. Ja, dat was ook zo'n vreemd wegje naartoe. Aan het einde van de weg, links afslaan en 288 Werendijken. Daarna ga ik door op de rotonde en neem de eerste afslag, Blauwpoortse weg. Wow. Dank voor het verblinden van de livestream. Wij
Wij zijn in Zeeland bij Zoutelanden. Links afslaan, daarna ga rechtdoor op de rotonde en neem de eerste afslag. We gaan hier links richting de Zoutelanden. Ja, het regent, dat is het. Ga rechtdoor op de rotonde en neem de eerste afslag. Blauwbootse weg, daarna links afslag. De meeste camera's kunnen niet zo goed tegen regen. De meeste camera's. Na 200 meter links afslaan, Sint-Janskerke. Alleen, ja, druk op een lens heb je ook niks aan. Nee, links. Links afslaan. Is dit? Dat is het nadeel. Mochten de mensen van provincie Zeeland meekijken, hier al. Even een weg richting Westkapelle, vinden wij wel fijn. Zo. Volg Sint-Janskerke gedurende 5,5 kilometer. Je mag altijd naar Westkapelle gebracht worden. Ja. Mochten mensen meekijken uit Westkapelle. Ja, ik kan het wel proberen. Want, dat is toch niet raar. Je hebt koffie nodig om makkelijk te blijven. Nee, dat is wel lekker. Een bakje in te vullen. Ik heb geen vrachtwagen, dus ik heb geen idee, Jacqueline. Vrachtwagen? Ja, ze zegt slapen in de vrachtwagen, dat is pas lekker. Oh, maar waar haal je nu een vrachtwagen vandaan? Nou, ik heb sleutels bij me. Nee. Reeksleutels? Nee, ik heb mijn hele sleutel niet bij me. Nee. En mijn vrachtwagen sleutel ook niet bij me. Hè? Ja. Vrachtwagen heeft ook geen zomer. Ik ben gewoon slapen. Ik hoef niet te slapen, ik ben helemaal niet moe, man. Ik heb een keer ook geslapen. Ja, van jullie moeten slapen. Nee, dat is niet gezellig. Juist zo leuk, maar dit het is wel een gezellig groepje zelf met z'n lullen wat terug. Ik kan heel weinig slapen. Ja, jij kan beter niet slapen nu. Nee, maar ik kan ook gewoon heel lang voeten zonder slapen. Oh ja. Ja, niet goed als we zo staan. Dat zeg je echt niet. En ik ga altijd slapen. Nee, tijdens rijden is het niet handig inderdaad, Jeffrey. Vaak geweest. Nou, wij doen niet zo vaak Jacqueline, maar denk ik de tweede keer. Maar best Capelle. Ja. Ja, helemaal de tweede keer. Ja, onze tweede keer. Ja. Hoppa! Ja, bam! Super vet. Ja, dat. Wat ik zo snel kon zien, was dit een CC. Van cloud naar cloud, daar staat nog steeds voor. Dat was op dit verleden van dit erachter. Okay. Nee, dit hangt weer boven de Noordzee. Ik zal Brenda voor ons zitten. Ja, die had ik ook wel een foto willen hebben, joh. Alleen nadeel is dat het, wat ik eerder zei, dat het regent. Op dashcam. En dan krijg je, ja, Mel heeft de dashcam beelden. Mel maakt er vaak een dashcam compilatie. Die komt ook op onze Facebookpagina. Dat is voor de mensen die nu kijken en onze pagina niet gelijk hebben. Als het de moeite waard is, dan maak ik er een. Ja, precies. En dan moet wel, ja, er zit al met copyrights in, maar dan laat jij niet er al onder zingen. Je kan echt niet zingen, ja. Sorry hoor, je bent een schapper. Die kan echt... foto's zijn dan mooi en dan mag mijn zanger toch op mij. Leuk hoor. Wij gaan bij Westkapelle is het idee dat we even stil gaan staan, Jong. Ja. Ja, eventjes even door. Nee, we gaan even kijken hoe we daar zicht hebben. Of we daar zicht hebben op een bui. En of we daar überhaupt een bui hebben. Ja, of we daar ook op zien. Ik denk wel, want we net ook weer wat opladingen voor de kust. Niet overdrijven. Wat opladingen? Hè? Wat? 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 Ja, dat is echt... Ja, Fritsje. Ja. Maar die gaat er nog rechtdoor. Kruisje, oké. Kruisje. Daarom is ook niet weg aan kunnen kijken. Dronken dan.
Ja, soms trekt het wel over het water en soms niet. Het ligt net ook aan hoe de bui gevoed wordt. Dus de bui zichzelf in stand kan houden omdat hij warmte nodig heeft. Wel gezellig zo, hè, Jacqueline, dat je gewoon mee mag rijden. Ja, een paar is twee, poepie, hè? Ja, nou, niet te zunnen. Hoe? Zeeuw, maar duizendje wel. Ja, zeeuw, maar zeeuw. Ja. Maar je hebt ze zeker zelf betaald. Toen heb jij boodschappen gedaan. Ja. Nee, dan kan je er maar één. Maar als ik boodschappen doe, krijg je gewoon vijf of zo tegelijk, hè. Dat is verschil, ja. Oh, jij zit vlak bij Westkapelle, Nicky. Dan mag je straks wel een koffie brengen. Nee, flauw. Maar ja, het is echt prachtig om te zien. Ja, de hele weg is donker inderdaad. Het voordeel is dan wel dat je niet heel veel strooilicht hebt. Wat afleidt van de lampjes. Van de flitsen. Of lampjes. Moeilijk soms praten. Dat is wel wat lang. Ja, maar dat zijn wel lampjes. Dat is weg. Nou, we hebben TomTom om de weg te volgen. En we hebben lampen op auto. Ik denk dat David het stuur gebruikt wordt. Wel? Ik denk TomTom doet dat. Ik denk je hebt vet hyper deluxe rechtsreflectie. We hebben een vet super deluxe auto. Net een nieuw hakken. Ja, dat doet wel, ja. Ja, met foto's is het vaak praktisch. Na 300 meter links afslaan en 287 schuilplek. Dat kunnen we niet horen, Jeffrey, want we zitten in de auto. Dus, zijn je donders? Nee, hoeveel tijd er tussen flits en in de ander. Links afslaan. Maar deze zijn ook wel aardig ver weg, hoor. Links afslaan, joh. Ja. Even te kijken waar we nog heen moeten. Dat was het meer. Schelpweg. Ach, verdurie. Nee, we reden wel overigens over de normale weg, hoor. Het leek wel dat het veld doorreden, maar... Oh, die deed nog wel, dat padje. Daar reed precies overheen. Dat padje? Een padje zwak de weg over. Wat? Ja, een kinkertje. Ben je doodgereden? Nee. Die was precies in het midden toen we er overheen reden, dus die heb je niet geraakt. Jammer, weer geen kikkerbilletjes. Ik heb nog beleden. Nee. Ja, maar je zegt dat ik kikkerbilletjes heb. Ja. Compliment. Dat is een compliment. Laten we daar de meningen even over verdeeld houden. Nee, maar zo hard rijden we ook niet, hoor. We rijden de auto's gewoon naar de snelheid. Wat doet het rode vakje in beeld dan? Oh, maar volgens mij geeft het wel een leven. Geeft hij wel aan, hè? Ja, ik heb wel aan. We zijn erbij. Oh, ik zou niet zingen, sorry. Na 400 meter rechts afslaan, Noorderhoofdweg, daarna links afslaan. Rode auto rijden we in. Wat voor auto weer. Ik denk het weg. Wel? Ja, dat denk ik. Rechts afslaan, daarna links afslaan. Ja. Nee, dan mogen we geen reclame maken. Moet het water hier rijden? Ja, we moeten hier rechts naar beneden of moeten we links naar beneden? Oh, links, naar... links afslaan. Ja, maar hier konden we toen naar beneden toen inderdaad. Ja, van bochten. Er staat niemand. Vorige keer was het heel druk. Ja, toen was Brandon en Bas, die waren heel druk. Wow! Oh, die was mooi. Ja, maar die was een beetje rechts in beeld, hè? Ja, die was rechts. Ja, dat is zee. Ja, dat is wel zee. Hier stonden we toen ook, ja. Ja. Toch laag? Je kon... Nee, ja, het, ja, we stonden wel laag, hè. Waar rij je nou naar beneden? Het lijkt aan... Na 200 meter scherpe bocht naar rechts, zeedijk, had ik daarna bij Jannie gevraagd om je tikje te geven, hashtag niet zingen. Oh, kijk. Dus je hebt bijval. Ja, maar dan mag ik zingen als hij... Dan Marjolein te druk uitschoppen. Waar zijn jullie? Wij staan bij Westkapelle. Waar is water? Nee, moet even kijken waar water is. Kijk waar water is. Voor ons is het plons, hè? Hier voor ons. Ja, je bent zo gewend, hè? Lijkt het alsof het hier... Of het ja, nee, dat is water. Ik zie het golf. Ja, oké. Okay. Het is ook wel sterk spul. Sterk spul, ja. Vissen dus we nou... Ja, het is wat heig.
je het goed op het ding. Nee. Ja, nou op je, hoe heet het nu? Je hebt zelf ook een rijbewijs, je moet ondertussen weten wat. Oh ja, een Maar, nou, het was net wat voor ons. Plons? Nee, gelukkig geen plons nog. Ja, het is boven de zee, dus we kijken naar de zee uit. Ja. Ja, net was het hier wat. Ja. Dus, boem is ho en plons is water, hè? Waar is iedereen nou? Dat was meer daar, denk ik. Ja, even kijken of de binnenkomt. Ja, dat is wel heel wat daar. Die is heel ver. Die is heel ver weg, maar dat zie je. Je kan hier wel heel ver weg zien ook. Ja, flitsen. Even zien, hè, wel. Ja, helaas, Jon, dat ligt in de app. De Facebook paginabeheer app, die kun je niet handmatig scherp stellen. Helaas. Dus anders hadden we inderdaad de focus wel even zelf gedaan. Maar dat, het is wel donker, hè, zo. Ja, het is wel heel donker. Nee, we gaan niet zwemmen, hè, ja. Dat lijkt die, me geen plan. Die dingen zijn waterdicht, toch, of niet? Wat? Die oranje zwaailampjes. Ja. Eentje tak, want ik weet niet of ik nou op de weg sta. Ja, ik sta wel op de weg. Maar ja, komt geen fietsje. Maar je weet wel. Ik kan de lappen wel zo aan. Ja. Ja, nou even aankloppen. Ja, ja, dat zit nu daar helemaal. Dus ik hoop dat hier nog wel wat komt. Tuurlijk, als wij er zijn, we dood. Ja. Zal dat zijn? Ja, wij hebben sowieso heel wat gereden. Ja, we rijden. Dankjewel. Oh, flits. Ja, even kijken. Ja, graag gedaan, Jorn. En dan als je er vandoor gaat. Wij blijven nog wel even, hoor. Maar als je er vandoor gaat. Ah ja. Je zou toch zeggen dat we even voor ons moet doorflitsen? Nee, hoor. Had ik wel een prijs gesteld. Ja. Hier zat natuurlijk nog wat, dus er zou nog wat langs kunnen komen. Is altijd zo. En verder in Nederland? Niente. Die Belgische Bovenmaal, die is ook niet, niet meer. Nee, er zit alleen nog wat voor de kust van Zeeland. En ik ben bang. Nou, dan hebben we net de laatste. Zo! Oh, nee. Dat waren niet er twee. Laatste. Dat is gaaf. Maar ik zie het nog niet droog. Waar was die? Zelf recht voor, recht voor ons. Ja. Dus we kijken wel de goede. Ja, dus we kijken de goede. We blijven even naar voren kijken, mensen. Ja. België is ook helemaal gebeurd. Die dus zo het, de grond Jan. Wij staan dus toch nog wel aardig hier. Ik doe hem ook al uit. De tap. En ik ga zelf even meekijken. Volgens mij is de regen ook wel een beetje. Ja, dat zit ik ook te kijken. Dus dan, het zachtjes. Dan kunnen we de camera's neerzetten. Dat zo. Oh, nu een beetje rechts. Dat zien we dus niet. Hallo. 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 Hij hangt aan een akkerpak, hè? Ja, hangt een akkerpak. Het lijkt wel aardig droog. Dan gaan wij zo even uit de auto. Ja, het is sowieso wel. Ja. Ah, het regenen wel wat. Druppels. Ik doe wel even een jasje aan dan. Want mijn shirt is net droog van de Eersel. Echt nu net pas. Ja, maar ik voor mij is ook wel langer. Hè? En mijn jas. Maar, ja, dat komt van net. We staan nu, we staan nu al bij Westkapelle, Vicky. Hier hebben we ook wel mooi zicht. Maar bedankt voor de tip. Ja, en in Chili kun je heen, daar heb je ook een plek wat heel vaak onweert. En er zijn wel meer plekken op de wereld wat. Ja. Maar ja, goed, dat is zo ver rijden. Ja, het budget ook. Ja, kom dan. Heel lucht. Wow. Zo! Nice! Nee, is ICP. Nog steeds. Ja, ja. Ja, zit in de hand. Ja, natuurlijk. Je hoort te zien. Ja, ik hoop alleen dat hij zo. Ja, je hoort hem.
heel donker. Ja, het is hier echt wel donker, ja. Maar ik laat het spul zo wel even aanstaan. Je hoort de zee ook. Ja, mooi. Ja. Ja, het is wel praktisch droog. Beter. Hoe laat is het thuis? Oh, 11:45. Ik kan het helemaal doen. Ja, de ramen wil het wel schoon blijven als er flits komt. Zo is het wel spannend, hè, zo met donker. Ja, om het donker te maken. Nee, ik weet de hongerafstand nog niet, nee. Ik heb nog niet, ja, zo net heb ik een donder, maar ik weet niet precies meer wanneer die flits ervoor had. Ik heb niet geteld. Zouden we dan snel wegrijden? Ja, pikken we Maus morgen wel op. Waar blijven we hier staan? Hij had even in de gaten. Ja. Oh, de wegrijden ligt, hè? Kijk je naar de achteruitlampen? Zag ik nou zee? Ja, dat kan. Ik kan wissel er ook wel uit. Maar als je niks meer zegt, dan denken mensen dat je zwart beeld hebt. Maar goed. Heb je ook maar goed, ja. Zwart beeld is gewoon omdat hier op de zee niet zoveel straatlampen staan. Hebben ze wel geprobeerd, maar die dingen blijven niet drijven. Boeien. Het is rood trouwens. Dan zeg jij, zeg van nou, het is zwart beeld. Ja, op de zee zijn geen straatlampen, die blijven moeilijk drijven. Zeg jij dan zo boeien. Ja, dat is flauw. Nee, die blijven wel. Wat? Drijven. Ja, die boeien wel, ja. Ja, boeien. Maar nee, dit boeit niet. Laat, laat deur maar open, Maus. Laat deur maar open zo. Oh ja, dat kan ook. Ja, gewoon praten. Voor de ambiance. Voor de rammel. Maar ja, het is nou echt wel droog, hè? Nou, dan doe ik de wisser ook even uit, inderdaad. Ja. Moet je wel gewoon blijven... Nee, dan mag je wel even zingen. Hm? Ja, maar anders denken ze inderdaad dat wij gewoon streamen... Ja, nee, maar dan gaan ze in één keer allemaal weg. Hé, hey, dat was rechts dat was van ons, hè? Rechts van ons, ja. Ja. Verder, we reageren met trigger ook op, dus dat is mooi. Zo, op tijd. Ik denk dat ze het doen. Stelletje? Ja, we zijn met z'n drieën. Stelletje? Peper en zout. Ja, Jan en ik zijn een stelletje. Peper en zout stelletje. Dan ben jij de zout. Ook de peper. Hè? Ja, is goed joh. Ik koop voor jou, poepie. Wat ik ben trouwens voor het bouwen van een overkapping hier. Ja. Wat zeggen? Ik ben voor het bouwen van een overkapping hier. Nou, voor geen tent mee. Party tent. Je hebt toch van die windschermen, want het is zo'n luifeltje. Ja joh. Ja. Die is ook wel gaaf trouwens, om er even op te hebben straks. Ja, maar met de flits. Ja. Nou, die hebben, we hebben wel meer hebben dan met die. Ik denk dat ik gewoon even ga draaien. Ik denk gewoon aan deze instelling, zie je het wel. Hier zo'n 2,50, 30 seconden en 4. Is het? Ah, wat erg. Hoor je hem? Ja, niet. Ja, ik hoor hem. Ik hoor. Ja, deed je ringtoon, hè? Ja. Ik deed je een creatie van mijn ringtoon. Live. Ja. Zeer vrij. En die ging er lekker lang door. Ja, had hem opgenomen. Maar ik kan hem laten zingen als het moet. Ik heb al eens 15 seconden lang een scheet gelaten die gewoon echt op toon bleef, hè? Ja, dank jullie wel. Dat rusten. We mag het achter gaan flitsen. Voor degene die op weg gaan. Ja. Maar ja, wij zijn er, dus het is dood. Ja. De bier slaat ook dood. Ja, toch nog even aan zee geweest. Ja, je ruikt het, hè? Ja. Het is goed voor de natuur, voor je... Hoe heet het? Dat is gewoon al. Ik zie zoutwater.
die open plek in de lucht. En daarom breekt hem weer open. Maar als je hem opzij richt, dan kan je gewoon met lange sluitertijd. Dan kan je wel gewoon opschieten. Ja, maar dan kan je wel zien hangen. Even. Ja, dan moet ik wel hoger dan die zo. Nee, we zitten niet aan het bier. We zijn geen bierdrinkers. En geen wijndrinker. Eigenlijk zijn we best wel saai. Doe maar één dikke flits erbij daar. Ja, hey. Kijk, we luisteren naar je. Ja, jawel, maar ik hoop dat het net genoeg is dat je me weer in de lucht ziet. Maar ik ben makkelijk niet. Te lage ISO. Ik krijg de ISO zo heel even op. Er was toch nog een bouw die eraan kwam? Ik zie daar nog bijna weer de sterren. Vriend. Wie? Lijkt dat een wolkenrand is. Dan was er niet nog een die erachteraan kwam. Ja, maar die is ook alweer dood. ISO 1250, gaat ze. Dat ligt nog wel. Er is wel een touwtje dan. Dat pakken. Maar ja, we hebben dan wel weer gekleurd haar. Wat heft dat dan weer op? Als je nog geen bier drinkt, dan hebben we ons haar gekleurd. Hoe komt er een auto aan? Weg in de foto. Gewoon net op tijd. Wow. Even zo'n oranje ding. Ja, aan de zijkant, voor de deur. Komt hij hierheen? Waar kan blijven? Ja, dat kan ook wel. Dat met Brandon. Politie? Nee. Ga je doen. De livestream ook wel afkappen, duur of niet? Hé, hey, flits ja. Op zee. Ver op zee. Ver op zee, CC. Dat ruimt. Ja. Nee, geen politie. Ja, er komt wel wat regen aan volgens mij. Ja, flitsen zitten ver op zee. Die we net anders zagen, ja, die zijn helaas. Voor mij komt er nog wat regen aan. We moeten even kijken waar we zo zitten. Waar staat het? Westkapelle. We hebben wel eens politie gehad. En dan vroegen ze wat we gingen doen. Of wat we aan het doen waren. Ja, dat komt zo weer regen aan. Dan zeiden we dat een stormstation waren. Ja, dat vonden ze dan heel vreemd. Maar ze lieten ons wel staan. Wat nu? Ga ik nog even snel. Niet eens een hobby, zei die man. Die van België die lost op. Ook de regen lost op. En Dracht heeft regen. Waar we eerst heen zouden rijden. Bergen was dat in België. Hadden we richting aan gedaan. Hé Maus. Ja? Waar is Bergen aangehouden in België om heen te rijden? Klopt. Nou, daaronder is het net geweest nog. Ja, ja daar hadden we dus waarom hadden we nooit gered. Nee, hadden we niet gered. Maar we zaten wel op een goede richting. Ja. We waren nou net weer rechts op haar ontlading. Ja, maar het regeren trekken valt me niet op. Nou, toch leuk wat kleurtjes in de lucht. Ja, die vuurtoren. Geen stapje hoger, niet bij zo. Hop, nog één shotje en dan pak ik dan het spul in. Dan maak ik het dan er weer. Livestreams ook wel afkappen. Ja. Ik gok niet dat wij nog veel gaan zien. Nee, ik denk het ook niet. Nou ja, we hebben onderweg nog wel een paar mooie gezien. Ja, daarom. Maar het lijkt nou echt wel helemaal afgelopen te zijn. Ja, ik zie het. Ellen, schatje. Wil je nog niet luisteren? Nee.
Deze is een beetje... Dat is een beetje dwars. Make-up, Ellen, schatje. Ik luister. Ga naar huis. Route naar huis wordt gezocht. Even kijken hoeveel kilometer er ook over was. Oh, ben jij dat? Ik denk al, ga ik opeens een middensteun in de auto. Ja. Ben jij dat? Zeker. Ja, een luxe wagen, joh. Ja, kom maar. Nou, wij zien ook niks meer hier, hoor. Nou ja, ook buiten zie ik wel zee en zo. Want ik heb je ogen wind aan. Ja, oké, okay, maar geen flitsen. 331 kilometer naar huis. Oh, oké. Okay. Dan zijn we voor de spits. Ja, nou wel. Je komt op je bestemming aan om 3:03. Nou, wat een mooie tijd. Moeten we nu gaan. Ja hoor, nu flitsen. Ja, tuurlijk. Doe ze het opzet. Ja, verder weg was hij nog rechts. Ja, klopt. Eentje, een losse, heel ver weg. Geweldig zo'n tom. Ja, ze luistert wel, ja. Af en toe zit je make-up bij te werken, nou. Ja, dat zit niet aan tijd, hoor. Nee. Toen we in België reden, was ze heel enthousiast. Ze zoiets hadden van, nou, hol maar. Ja, dat is een thuishaven. Ja. Met 331 kilometer. Dus dan... Zij wonen in Drachten. Ja. Nee, volgens mij toen we weggingen, stond hij ergens net boven de 139.000. Oh man, flit! Volgens mij stond hij op 139.100 nog wat of zo. En dan moesten we, dan moest hij 139 moest ik maar zien, die heb ik gemist. Die zag ik 50 kilometer later, bij 189 zag ik hem. Zo. Dus er is sowieso iets van 100 en we zitten nu 519, dus dat is al dik 400. Oh, 400. Er komt een auto aan trouwens. Ik ga afsluiten. Komt hierheen. Ja, maar... Ik kan wel heel hard aanrijden. Je ziet ons nog wel. Voor ja, je moet wel achter ons langs kunnen nog. Ik heb nu op dak gelegd, dat oranje. Nee, ja. Die ligt al aan. Ja, maar zo. Nou mensen, ja. We gaan hem afsluiten. We gaan weer terug richting Drachten. Bedankt Jeffrey. Graag tot de volgende keer. En lekker slapen we straks. Hey Wiesja, oh, welterusten. Had je nog lekker geswommen, jongen? Oh Wiesja, doei. Doei. We zijn in Ceylon, jongen. Westkapelle. Praat is heel raar hier. We beginnen aan 330 kilometer uit een hoestelling. Nou, we doen het... ik denk zo'n 800 kilometer in. Ik ga binnen. Ja, want het begint te regenen. Ja, ik zat even aan. Ja. Ja. Ik klikken. Oké. Okay. Jo, bedankt mensen. En Wiesja reageert volgens mij als BD. Huh? Ja, Brandon, ben jij dat links? Is dat Brandon er nog? Ah, ik weet niet of hij meekijkt via de stream. Hij appte. Ja, mensen, tot later. Brandon, hoor.